Ik ben Anja Visser. Ik ben coach en trainer bij Hogeschool Windesheim. Onder andere bij de opleiding tot coach. En dat is ook de opleiding waarover ik jou in deze korte video graag iets meer wil vertellen. Coachen is voor mijn gevoel het begeleiden van iemand, professionals in ons geval, bij allerlei vraagstukken waar zij in hun werkzame leven tegenaan lopen. En dat kunnen allerlei verschillende soorten vraagstukken zijn. En ik heb ook wel gemerkt in mijn dagelijkse praktijk dat allerlei werkgerelateerde vraagstukken vaak een dieperliggende oorzaak hebben. Waardoor je soms ook terechtkomt in het privé stukje van iemand. Maar wat je als coach doet, is het begeleiden van iemand in zo'n traject, in zo'n zoektocht om het beste uit zichzelf te halen. En daarin, zo'n zoektocht, ja, bevat wat mij betreft een aantal verschillende elementen. Dat begeleiden, dat gebeurt vanuit gelijkwaardigheid. Als coach ben je dus niet de expert die gaat uitleggen hoe het allemaal zit. Nee, als coach ben je iemand die vragen stelt, spiegeltjes voorhoudt, waardoor iemand zelf een onderzoek kan gaan doen naar wat nou eigenlijk precies zijn of haar vraag is en hoe het komt dat het een vraag is. En je begeleidt iemand natuurlijk ook bij het onderzoeken van mogelijke oplossingen. Maar dat doe je altijd vanuit gelijkwaardigheid. En dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud ook altijd bij de ander ligt. Als coach ben je verantwoordelijk voor het proces. Ben je er verantwoordelijk voor dat je de goede vragen stelt, dat je confronteert op het moment dat het nodig is, maar ook dat je er bent op het moment dat het heel lastig is. Maar de verantwoordelijkheid voor de inhoud, die ligt altijd bij de ander. Ik zie het als een belangrijke rol van een coach dat hij iemand respectvol naar bewustzijn brengt. Dus iemand nieuwe dingen laat ontdekken over zichzelf. Soms naar emoties laat gaan die een tijdje zijn weggestopt. Op een andere manier naar dingen laat kijken. Maar dat doe je op een respectvolle wijze en ook op een manier die aansluit bij de coachie tegenover je. Coaching gaat altijd over het boeken van resultaten. Dus je stelt samen met je coachie doelen. Hele concrete, meetbare doelen. En aan het begin van ieder coachingstraject vraag ik dan ook altijd aan de coachie wat hij in het traject bereikt wil hebben, wanneer hij tevreden is met het traject. En dat resultaat, dat loopt eigenlijk als een rode draad door het hele traject heen. Als coach zet je jezelf in als instrument in het leren, in het ontwikkelen, in het onderzoeken van je coachie. Nou, dat klinkt misschien een klein beetje vaag, maar hoe doe je dat? Nou, wat mij betreft is het heel belangrijk dat je er bent, helemaal. Dus je kwaliteit van aanwezigheid is essentieel om jezelf te kunnen inzetten als instrument. En vervolgens gebruik je ook al je zintuigen om waar te nemen. Soms coach je eigenlijk op een heel praktisch niveau. Heeft iemand een hele praktische vraag op het gebied van vaardigheden bijvoorbeeld. Maar heel veel vaker zul je merken dat er een reden is waarom iemand een bepaalde vraag heeft. Dus wij noemen dat onder de waterlijn coachen. Je duikt dan echt even onder de waterlijn om daar te onderzoeken wat maakt dat de vraag van de coachie een vraag is. Of wat maakt dat dit probleem er is. Een laatste aspect wat mij betreft ook echt bij coachen hoort, is dat je samen met je coachie kijkt naar hoe die eigenlijk leert. En hoe die zichzelf in beweging zet. Dus op welke manier die tot handelen komt. Essentieel ook is, en dat is het tweede houdingsaspect, is dat je aansluit bij wat er voor de ander nodig is om te leren, te onderzoeken en in beweging te komen. De derde A die is eigenlijk al een heel klein beetje voorbij gekomen. Dat is accepteren zonder oordeel. Het is heerlijk dat je als coach helemaal niets hoeft te vinden. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg lastig, omdat wij allemaal zijn uitgerust met een hele set aan normen en waarden. En dat het best lastig is om die los te laten. Nou, ook dat is een belangrijk onderdeel in de opleiding tot coach. Hoe doe je dat dan? Hoe word je ervan bewust wat je eigenlijk zelf allemaal vindt? De laatste is dat je authentiek bent. En wat mij betreft zit daar een heleboel onder. Want als je als coach ben je eigenlijk uitermate belangstellend, nieuwsgierig eigenlijk zelfs. Nou, hé, hoe zou dat bij deze persoon werken? En wat maakt dat iemand doet wat hij doet of denkt wat hij denkt? Als je dit nou hoort en je denkt, goh, dat is wel wat voor mij.
Dan heb ik nog een kleine checklist voor je. Want we hebben natuurlijk een aantal toelatingsvoorwaarden. En een aantal belangrijke zijn dat je kunt aantonen dat je een HBO-bachelor niveau hebt. En dat je in staat bent om te reflecteren op jezelf, op je gedrag, op je denken, op je voelen en op je willen. Dat is een essentiële. Dat je natuurlijk emotioneel stabiel bent, tegen een stootje kunt. En jezelf eigenlijk ook al wel een beetje kent. Maar ook dat je voldoende tijd en ruimte hebt om met deze opleiding aan de slag te gaan. Want het is niet een opleiding die je er op een achternamiddag bij doet. Nee, het is echt een gedegen post-HBO jaaropleiding. Waar je behoorlijk wat tijd in moet steken. We schatten in zo'n ongeveer anderhalve dag in de week gedurende een jaar. Het kost je wel echt even tijd. Maar dan ben je ook, als je bent afgestudeerd en gediplomeerd, professioneel coach. En kun je na een aantal jaren en voldoende vlieguren inschrijven bij de NOPCO, de beroepsorganisatie voor coaches. Want onze opleiding is ook geaccrediteerd door de NOPCO. Ben je enthousiast geworden? Kijk dan even op onze website www.winnersheim.nl. Daar vind je de andere toelatingsvoorwaarden. Je vindt ook informatie over proeflessen, over open avonden. En daar ben je natuurlijk meer dan welkom om te ervaren op welke manier wij lesgeven. Of om al je vragen te stellen over onze prachtige opleiding. Dus ik hoop tot binnenkort.